Hey, ik ben Femke. En ik ben Irene. Wij hebben allebei een eetstoornis gehad. En daar zijn we van hersteld. Maar daarnaast hebben we ook allebei de diagnose ADHD gekregen. En wij dachten, laten we een Q&A daarover doen. Maar daar kwamen eigenlijk vooral heel erg veel vragen over. Hoe zit dat nou met de combinatie tussen een eetstoornis en ADHD-medicatie? Want een van de bijwerkingen daarvan kan zijn dat je eetlust vermindert. En dat kan heel triggerend zijn. Dus we dachten, laten we het daar eens over hebben. Wist jij van tevoren, voordat je die medicatie ging nemen, dat het je eetlust verminderde? Of zou kunnen verminderen? Ja, dat is mij wel heel goed verteld. Ja? Ja. En wat vond je daar toen van? Had je daar toen gedachten over? Nee, want ik begon met de medicatie toen ik helemaal hersteld was. Ja, gedachten had ik er wel over. Ik wilde niet afvallen. Ja. Maar ik was hersteld al. Ja, want je wilde niet afvallen. Had dat ook met je eetstoornis te maken van, misschien val ik dan terug of zo? Nee. Ik wil gewoon niet afvallen omdat ik op gewicht wil blijven. Ja. Ja. Wat mooi. Eigenlijk toch mooi dat je dat kan zeggen als je eigenlijk een eetstoornis hebt gehad in de zeker, verleden. Zeker weten. Ik heb verschillende keren ADD-medicatie gebruikt en weer mee gestopt. Weer gestopt. En het ging inderdaad wel echt bijhouden van, joh, en wat doet dan je gewicht en val je niet te veel af en blijft het allemaal wel goed gaan met eten. Dat werd wel echt gemonitord, nog helemaal los van een eetstoornis. Dus het is wel echt een ding. Dat is wel heel lastig als je een eetstoornis hebt, maar je wil misschien ook die medicatie gebruiken omdat je daar juist iets aan kan hebben wat ook in je herstel weer goed kan zijn. Omdat het zo samen kan lopen natuurlijk met elkaar. Ik was in behandeling voor mijn eetstoornis en toen werd mij aangeraden van, joh, je bent nu hier een tijdje in behandeling en wij zien dit en dat bij jou. Misschien moet je eens onderzoeken of je ADHD hebt. Daaruit kwam inderdaad de diagnose ADHD of ADD toen nog. En toen wilden ze ook gaan starten met medicatie naast de behandelingen. Ik wist heel goed dat ik daar misschien wel mee zou kunnen afvallen. En dat was voor mij de main reason dat ik dacht, ja oké, doe maar. En ik was op dat moment nog niet zo ver in mijn herstel dat ik dat ook eerlijk ging aangeven of zo. Ja, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen, denk ik. Ik was gewoon ziek en ik had een eetstoornis en ik wilde graag afvallen. Volgens mij had ik last van eetbuien ook op dat moment. Ik dacht, misschien helpt dit dan tegen eetbuien. Nou, het was dus niet zo. Ik ben een paar keer dus begonnen en weer gestopt. En ik heb wel, zeg maar, in het begin... Met medicatie. Ja, met de medicatie. En ik heb wel in het begin gehad dat ik voelde, oh ja, mijn eetlust wordt geremd. Maar dan werkt het uit en dan... Dan kwamen we ineens dan de eetbuien. En op een gegeven moment was dat effect ook weg bij mij. Omdat ik eraan wende. Dus voor mij gold die bijwerking niet zo heel erg eigenlijk. Het had niet zoveel invloed uiteindelijk op mijn eetlust. Nee? Oh. Nee, het hoeft niet te zijn. Het kan zijn. Maar het is niet bij iedereen zo. En dus als je nu medicatie wil gaan gebruiken, zodat je geen eetlust meer hebt, doe het niet. Ik snap zo goed dat je denkt, hey, misschien is het wel een uitkomst. Want ik dacht wel echt, misschien lost het mijn eetstoornis op. Heb ik dan geen eetbuien meer, kan ik weer normaal eten. Misschien... Dus het was ook niet alleen van, oh fijn, ik kan afvallen. Maar ook oprecht van, misschien is het een oplossing. Nou, ik wilde ook wel graag afvallen. Ja. Dus er zijn een paar dingen die je erover kan zeggen. En dat is, je kan niet een eetstoornis weghalen met een eetlustremmend pilletje. Als je last hebt van eetbuien of zo, dat werkt gewoon niet zo. Want een eetstoornis gaat gewoon over iets veel diepers dan dat. En als je het zou gebruiken met het idee, dan ga ik lekker meer afvallen en dan wordt die eetstoornis sterker erg of dan lukt dat beter. Ja, misschien voelt het in het begin goed en sterk of zo, maar uiteindelijk duik je gewoon nog veel dieper in een eetstoornis. En dat maakt uiteindelijk nooit iemand gelukkig. Als je het daarom doet, voed je zo de eetstoornis. Ja, dat is gewoon heel zonde. Maar als je het gaat gebruiken en je wil dat niet per se doen, omdat je denkt, hey, dat is. Maar dat je het voelt van, hey, maar ik ben bang, want het gaat ook mijn eetlust remmen. Misschien triggert het wel, hoe moet ik daarmee omgaan? Ik denk dat het heel belangrijk is om daar gewoon open over te zijn. Van, joh, ik merk dat ik er bang voor ben. Of ik merk dat het me stiekem ook wel een beetje trekt. Dat ik denk, oh, misschien vind ik het ook wel fijn. Of misschien vind ik het lastig om daar tegen in te gaan. Ik denk dat eerlijk zijn over hoe je daarover voelt. En daar hoef je echt niet voor te schamen, want het is zo begrijpelijk dat je ergens ook denkt, oh, misschien is het wel een soort opluchting en dat ik dan kan afvallen. Ja. Heel, echt super begrijpelijk en super herkenbaar. En dan samen kijken naar, oké, dan gaan we hier gewoon goed op monitoren en gaan we hier goed bij inchecken en we gaan goed een eetplan maken. Maar ik snap ook alweer, stel je wil echt voor herstel gaan, dat het dan juist ook moeilijk is. Want als je dan aan een eetlijst moet houden en je hebt geen eetlust. Ja. Ik had heel veel last van dat ik geen eetlust had. Ja. Nou, dan lijkt me heel lastig om dan nog zo echt, dan moet je echt zo kiezen om te gaan eten. Ja.
tegen je gevoel. Bij mij, het smaakte ook echt naar karton en zo eten op een gegeven moment. Ja. Dan moet je er zo tegen ingaan van, hey, ik moet, want dit is goed voor me. En ik moet zeggen, ik vergat het ook heel erg. Omdat je geen eetlust hebt. Je lichaam zegt niet van, hey, je hebt honger, eet wat. Dus ik vergat het heel erg. Waardoor ik wel echt het timers ging zetten. Ik heb het met mijn ouders over gehad. Niet dus vanwege de eetstoornis, maar gewoon van, hey, ik moet genoeg binnenkrijgen. Want ik moet gezond blijven. Het instellen van ADHD-medicatie duurt gewoon ook een tijdje. Ik ben ermee gekapt. Daardoor? Ja. Ja? Ja, niks werkte. Ja, ik was er gewoon klaar mee. Het duurde zo lang. Laat maar. Ja. Maar ik ben wel benieuwd waarom jij het wel wilde gebruiken. En hoe het nu is dat je er uiteindelijk hebt gekozen om dat niet te doen. Ik wilde het wel gebruiken omdat je merkt gewoon bij ADD natuurlijk een onrust in je hoofd. Ja. En ik was toen aan het studeren nog. En ik kon me gewoon niet concentreren op mijn studie. En dat ging gewoon heel lastig. Dus toen ging ik het proberen. Nou, ik werd gewoon niet goed van de medicatie. Ik werd, niet goed, dat is natuurlijk een heel vaag begrip. Ik werd heel gespannen. Heel een gejaagd gevoel. Ja. Onwijs erg gejaagd gevoel. Echt een hele hoge spanning constant. En ik heb heel veel verschillende soorten geprobeerd. Verschillende doseringen, verschillende merken. Het bleef. En ik snap niet waarom, maar voor mij werkt medicatie denk ik gewoon niet. En, maar dat is een bijwerking die nog niet eens onderzocht is, maar ik had één bijwerking die was heel vervelend. Ik kreeg door ADHD-medicatie skin picking disorder. Ja. Omdat je gewoon al die spanning in je lijf. Omdat ik zo opgejaagd was. Ja. En ik ging heel erg krabben aan mijn hoofd. Heel mijn hoofd zat onder de bultjes en wondjes. Ik durfde het huis niet meer uit. Wat erg. Maandenlang. En ik stopte met de medicatie. En het was weg. En het was weg. Ik herken dat wel heel erg hoor. Volgens mij zit ik net een soort op een soort sweet spot van, oh, het weegt wel op, niet. Maar ik merkte elke keer na een jaar dat ik er dan toch weer mee ging stoppen. Omdat ik inderdaad ook gewoon een soort spanning voelde. Ja. Logisch, want je hartslag wordt er ook iets hoger van. Mm-hmm. Dus je hebt gewoon wat meer spanning in je lijf. Ja. Voordelen ervan waren wel dat ik me minder uitgeput voelde in de zin van, want inderdaad, het is een soort van periodes in je leven, kan het een soort van helpend zijn met studeren of als er ergens anders heel veel iets van je vraagt. En nu merk ik, ik zit in mijn leven nu eigenlijk gewoon in een flow. Ja. En ik kan werken op een plek en op een manier die gewoon heel erg voor mij werkt. Ja. Dus ik hoef niet op een bepaalde manier te functioneren die niet bij mij past. Klopt. En op school heb je dat misschien wat meer, omdat dat systeem of die leermethodes niet voor jou werken. Ja. Maar ik merk het ook bijvoorbeeld als ik naar een museum ging. Als ik naar een museum ga, ben ik na een uur uitgeput van alle indrukken. En toen had ik dat ik naar een museum ging en ik kon 2 uur over rondlopen. En daarna voelde ik me nog prima. Ja. En daarin merkte ik het ook. Dat vond ik wel heel erg grappig. Dus ik merk wel positieve dingen eraan. Mm-hmm. Maar ik vind het ook niet opwegen. Want ook door gewoon de spanning. Ja. Door het uitwerken ervan voel ik best wel heftig altijd. Ja. Heb jij wat heftig? Wat merkte jij bij het uitwerken? Gewoon een te grote shift in hoe je je voelt. Ja, ik had juist ook, dan raakte ik zo snel verprikkeld al wanneer het uitwerkte. Ja. Moest ik avond eten met mijn gezin. Nou, ging gewoon bijna niet. Nee, omdat ik zo verprikkeld was en dan ook nog eens avond eten met mijn gezin. Nou, ik vond het ook niet zo fijn meer. Maar voor sommige mensen werkt het super goed. Ja. Dus ja, ik snap heel goed dat je het gaat proberen. En dat is best een lange weg om het te proberen. Met een eetstoornis is echt een uitdaging. Maar ik kan alleen maar op het hart drukken, blijf eerlijk. En blijf het checken en blijf het erover hebben. En ik kan het allemaal weten, ik kan het allemaal begrijpen. Ik kan dit soort video's er ook bij helpen. Want wat Ryan volgens mij heel erg mooi zei, je moet jezelf uiteindelijk in de spiegel gaan aankijken. Ja. En daar zelf voor gaan. Ja, moet het zelf doen. En alle informatie en steun die je erover kan vinden, helpt daarbij. En wat dat betreft, supergoed dat je deze video hebt aangeklikt. Blijf eerlijk naar jezelf kijken of je medicatie je nou wel of niet helpt. In welk opzicht dan ook. Met of zonder eetstoornis of wat dan ook. Wat werkt voor jou wel om beter om te gaan met je ADHD als het geen medicatie is? Heel erg opgeruimd zijn. Hou ik van. Want dan heb ik een rustiger hoofd. Goed de dingen plannen. Ik hou niet van onverwachte dingen. Als er iets, dan is het ook error. Dus gewoon structuur. Met alles. En ook qua eten trouwens. Ja. En gewoon qua alles. Ik trouwens, wat jij net zei, dat herken ik ook heel erg met die energie. En ik denk wel, misschien heel veel mensen met een eetstoornis, die zijn heel moe. Ja, dat is geen reden om het ook te nemen. Op een gegeven moment had ik met mijn arts, ik had die skin picking. Maar ik zei, ja, het geeft me wel energie. Dus ik denk dat ik het weer gewoon ga nemen. Ook al heb ik die skin picking. Ja. Want het geeft me energie. En hij zei wel van, ja, wat is de reden om ADHD-medicatie te nemen? Je moet het niet gaan doen omdat je dan energie krijgt. Wat mij heel erg helpt is
accepteren dat ik zo ben zoals ik ben. Mm. Want wat ik heel erg lastig vond, is dat ik me ook vaak gewoon dom voelde. Of dat ik veel door mensen heen praat. Of dat ik niet oplet of ongeïnteresseerd lijk. Of dat dingen niet lukken zoals het anderen wel lukt. En daarin niet heel erg boos zijn naar mezelf daarover. Dat helpt mij vooral heel erg. Want ik weet ook dat ik zo werk, dat ik zeg maar een soort van met pieken en dalen werk of zo heel erg. Ik ben niet wat dat betreft een heel erg 9-to-5 steady persoon. Maar ik weet wel, oh dan kan ik ineens inspiratie hebben en heel veel werk voor elkaar krijgen. En dan de volgende dag komt er even niet zoveel uit. En zo ben ik nou eenmaal. En ik functioneer over de long run misschien wel even goed als iemand die soort van heel steady in de middenweg zit. Ook met emoties en zo, zeg maar. Ik kan misschien wel alle kanten opschieten. Maar uiteindelijk ben ik in het midden even gelukkig als gewoon iemand die daar meer steady in is. En het maakt mijn leven ook heel erg leuk en interessant. Ja, dat werk ik ook. Ja, yeah, I mean. Ik geniet ook van die bananen. Ja, het is heel gek. Maar ik kan ook echt van een potje janken om niks. Kan ik ook zo denken van, oh, ik ben zo blij dat ik zo diep kan voelen. Ja, zelfacceptatie en gewoon een plek vinden qua mensen en werk en wonen en alles. Waar jij gewoon zo goed mogelijk jezelf kan zijn. Waar je kan thriven. Ja. En jezelf dat ook gunnen. Dat je daarin keuzes voor jezelf mag maken. Iemand in de familie heeft dan ook ADD en die zegt dan van ja, en ik wil het zo kunnen hoe niet-ADD'ers het doen. En ik denk, ja, maar je hebt ADD. Ja. Je hoeft het niet te doen hoe. En het ene is niet beter dan het andere of zo ook. Kijk gewoon wat voor jou helpt. Ja. Ja. Met of zonder medicatie. Ja. Slik jij nu medicatie? Nee. Ja, ik ook niet. Doe het voor jou werkt. En eerlijk zijn over hoe het met je gaat. Zeker als je een eetstoornis hebt. Tot de volgende video. Joep.